Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Als jullie mijn vorige vlogs hebben gezien, dan weten jullie dat ik deze heb aangekocht, de Crystal Skin Co. En dat is een laseronthaaringsapparaatje. Sorry trouwens als ik heel nasaal klink, maar ik ben een beetje ziek. Het is al beter, maar ik heb wat griep gehad en sinusitis. Maar dus, ik heb de Crystal Skin Co. aangekocht. Die ziet er zo uit. Ik heb mij helemaal, mijn benen, mijn bikinilijn en mijn oksels helemaal laten laseren. Maar ik moet zeggen, als je niet terug gaat voor je jaarlijkse update, dan komen je haren wel terug. En ik heb redelijk dik en zwart haar. Dus bij mij is er heel veel teruggekomen, spijtig genoeg. Maar ik dacht, in plaats van dat ik dan de jaarlijkse update doe, wat ik ook wel ga doen, maar dan kan ik de Crystal Skin Co. gebruiken. En dan kan ik zelf thuis laseren. Ik heb in het verleden nog wel eens een apparaatje zo gehad. Maar dat was echt al 6 of 7 jaar geleden. Dat was toen in het beginstadium. En dat was toen niet goed. Dit heb ik ondertussen al een paar keren getest sinds dat ik het heb. En ik merk nu al dat mijn haartjes beginnen uit te vallen. En dat ik minder en minder haartjes weer heb. Dus keigoed, ben ik kei blij om. Want alles scheren altijd. Let's be honest, it's not fun, hè. Scheren en waxen. En dat is niet fijn, dat is gewoon fijner als de haartjes wegblijven. Omdat ik zo tevreden ben hierover, ga ik jullie laten zien hoe dat ik dit gebruik. Als ik dit product niet leuk vond, dan zou ik het ook niet laten zien. Dus ik ben heel benieuwd ook wat jullie ervan gaan vinden. Het is heel gemakkelijk in gebruik, maar ik ga alles laten zien. Als eerste ga ik mijn benen scheren. Zoals je kunt zien is er heel weinig haar. Wel heb ik heel droge huid. Mijn huid is echt super droog. Dat heb ik altijd in de winter. Zo'n beetje flaky droog. Nou, ik heb niet heel veel haartjes niet meer sowieso. Maar je ziet wel dat er nog altijd een paar zwarte haren op staan. Dus dat gaan we eerst afscheren. Oké, mijn benen zijn geschoren. Dan ga ik me nu in de living zetten, want dat is gemakkelijker. En dan gaan we de Skin Co. insteken. Voilà, nu steekt die in en brandt er eigenlijk een groen lampje. Het machientje heeft 5 standen. Oké, je duwt 1 keer op de powerknop en dan gaat hem aan. Nu staat hij in stand nummer 1. Dus dat is 1 blauw lichtje. Rood betekent ready om te flitsen. Dit is gewoon stand 1 en je kunt tot stand 5 gaan. Maar ik ga op stand 1 doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Dus je zet gewoon uw machientje en je flitst. En je voelt er echt niks van. Het is echt volledig pijnloos. Ik moet zeggen, als je standjes omhoog gaat, dat het iets pijnlijker is. Maar zo goed als geen pijn. Mocht ook naar dit licht kijken, omdat het niet schadelijk is voor je ogen. Dat heb je bij de meeste lasers wel. En soms gaat het rode lichtje even uit. En dan moet je heel even wachten. Ik heb hem nu op stand 3 gezet. En zo ga ik de rest doen. Ook weer geen pijn. Dus je moet geen schrik hebben. Het is echt absoluut niet pijnlijk. Dan is het gewoon zo gemakkelijk. Omdat je dat gewoon thuis kunt doen. Je kunt je tv opzetten. Je kunt een serie kijken. Je kunt iets op YouTube kijken en terwijl kun je gewoon laseren. En tegenwoordig ook zijn laserapparaatjes zo goed gevorderd en kunnen die echt wel veel. Ik ga even mijn been afmaken
and then we will talk again. Benen zijn ondertussen helemaal gedaan. Neemt ook niet veel tijd in beslag. En als volgende heb ik mijn oksels geschoren. En ga ik mijn oksels nog doen. Ik zie niks, dus ik hoop dat ik dat goed doe. Normaal gezien zal dat wel lukken. Op gevoel. Ik denk ook dat mijn okselhaar hetgeen is wat het meeste is teruggekomen. Omdat ik dat ook wel het meeste scheer natuurlijk. Dus ja, mijn oksels zijn wel terug wat feller geworden. Maar nu niet meer zo. De oksels voelt je wel zo soms, moet ik dat zeggen, alsof ze met een rekkertje zo tegen hun vel doen. Maar dat voelt je op de benen niet. Andere kant. Oké, voilà. De oksels zijn al klaar. Dan ga ik het machientje afzetten. Voilà. En dan zijn we helemaal klaar. Misschien dat ik zelfs mijn bikinilijn nog ga doen. Maar dat heb ik vorige week al gedaan. Dus ja. Nu wacht ik wel weer 2 weken. En dan binnen 2 weken doe ik nog eens opnieuw. Ik denk dat ik zo'n 4 keer of zo ga doen. En tegen dan gaan mijn haren sowieso alweer allemaal weg zijn. Natuurlijk, als dat de eerste keer is dat je laser doet, dan zou ik wel aanraden om dat 8 tot 10 keren te doen. Maar het is gewoon gemakkelijk dat je dat gewoon thuis kunt doen. Kost veel minder geld. Je investeert eigenlijk 1 keer en dan kun je dat gewoon zelf doen. Want de laser kost wel best wat geld. Plus, je hebt er ook een garantiebewijs bij. Dus mocht er iets stuk zijn, mocht er iets misgaan, kun je het altijd terugsturen. En dus overall ben ik heel blij met mijn apparaatje. Dat is mijn nieuwe best friend. Ik zal ook de gegevens van Crystal Skin Co. hieronder zetten. Zoals ik al zei, ik heb al wel eens apparaatjes geprobeerd vroeger en die waren niet zo goed. Dit weet ik zeker dat het goed werkt, omdat ik het eerst en vooral heb getest voordat ik het met jullie deelde. En ik weet dat er vele vragen altijd van hoe houd je je benen glad, je oksels glad, en dit is wel een goede oplossing. Zeker ook als je tiener bent en zo en je moet nog met school gaan zwemmen of turnen en al die toestanden. Het is gewoon fijn dat de haar er niet is op je benen en je oksels en je bikinilijn, dan dat je elke keer moet denken, oh, ik moet dat nog scheren voor dit of voor dat. Dus oké, ik ga hier ook deze video afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Hebben jullie iets gehad aan mijn tips? Doe zeker thumbs up. Als jullie zelf al ervaring hebben met laserontharing of zo, let me know in de comments. Ik ben heel benieuwd of als iemand al eens iets heeft geprobeerd van Crystal Skin Co. Of als jullie gewoon al eens een ander machientje of zo hebben geprobeerd. Laat het mij weten. Ik ben wel heel benieuwd als dat voor iedereen goed werkt en of dat voor mij werkt of voor u niet. Ik ben gewoon heel benieuwd om verhalen te horen. En ik zie jullie dan ook volgende vlog. Dag!